mooie dag. Het is vandaag maandag. Het is bijna 7:15 in de avond. Maar ik heb vandaag eigenlijk niks gedaan. Ja, ik was zo even met mijn opa naar de kruidvat geweest. Even die dingetjes halen. En toen weer naar huis. En mijn oma moest even op mijn nichtje passen. Omdat mijn nicht, die moest dus naar het CBR. Met haar nichtje. Met een nichtje van mij naar het CBR in Amsterdam. Voor de scootertheorie. Maar helaas heeft mijn nichtje dat dus niet gehaald. Ze hadden 10 fouten. En ze mochten maar 7 fouten hebben. Dus dat was net. Ja. 3 te veel dus. Ik moet even denken. 3 te veel. Dus helaas niet gehaald. En bij. Vroeger kon je dan nog een kwartier wachten en dan kon je dat opnieuw doen, maar je kan dat dus niet meer. Nu moet je dus aan een andere afspraak. En mensen vinden dat dus ook. Hij was echt verhaald in de zak. Hij liep zo naar die vrouw toe en zegt, ja, ik heb niet gehaald. Zeg, kan ik het alsjeblieft opnieuw zeggen wat het kost en ik ga het nu opnieuw maar. Zeggen wat het kost en ik geef het nu. Dan kan ik het opnieuw maar. Ik heb het nee. Dat kan je helaas echt niet doen. Je moet een nieuwe afspraak maken, dus ja. Dat was goed. Ja. En we hebben dus gewoon lekker series. Sims gespeeld. En zag nog series kijken. Dus dat was echt maandag. En ik zie je morgen weer een nieuwe dag. Want ik heb niet veel gedaan. Morgen misschien. Het is een hele goede dag. Het is nu bijna 5:30. Half 10. S'avonds tot 9:30. Het is 21:24. Bijna 9:30 s'avonds. En ik zit nu hier. En vandaag ben ik heel even naar de markt geweest. Mijn nicht was ook mee. We hebben visje gegeten. Oh ja, en ik ben nu met Frank helm door. Je kunt nu niet zien door het lichtbeeld een beetje. Maar ben ik nu een spelletje aan het spelen. Er zijn buurtpolitie personages aan het raden bij elkaar. Dat is super leuk. Ik ga morgen ook mijn vriendinnetje doen, Michelle. Maar dan blij. Zeg ja, kom je dan naar mij toe of... gewoon vanuit eigen huis en dan zo. Ik zeg ja, we kunnen beter vanuit eigen huis doen. Want de vorige keer toen we bij elkaar in de buurt zaten, wilde echt zo piep, jongen. Omdat het geluid van elkaar opnemen en dat door elkaar ging, hoorden we dat echt. Dus ja, waarom? Toen was zij het verbinden bij mijn lijf en ik dan weer... Ja. Dat dus. Want het was nu mijn beurt. En ja, het was heel leuk. Vandaag even naar de markt geweest. Dat vond ik heel gezellig. Met mijn nichtje. Mijn nicht bedoel ik. En ja, mijn opa en oma ook mee. We hebben vis gegeten. En toen, ja, daarna, dat was het eigenlijk wel. En ik dacht, ga eens kijken. Het grootste voor de week van 4 september is dan bekend voor school. Toen ik het zag op mijn... Toen ik dacht, oké, ik schrok er wel een beetje van. Ja, echt zo van, joh, alle kort. De coaches bij alles zelf moeten geven. Dat is belachelijk. Daar hebben ze bijna geen vrije tijd meer. Omdat ze zelf alleen maar voor die klas staan. Eerlijk waar. Dat zegt ze nog bij de eerste. Daar is die week een vergadering gaan we bespreken. Hoe best de leerling gaat denken. Zo, wat valt te bespreken, piepo's? Jullie geven de meeste lessen zelf aan je eigen leerling. Dus wat valt er dan te bespreken? Waarom moet je dan een andere docent gaan vragen van... Nou, hoe gaat het met de leerling als je bijna alleen maar zelf voor die klas staat? Nou, vraag me af. Wat moet je dan bespreken? Wat moet je dan zeggen? Stom gewoon, maar goed. Maandag, de eerste dag begin ik om 9:30 ochtends op 4 september. En de dag eindigt om 2:15. Is lekker kort, vind ik wel fijn. Ik heb alleen woensdag tot 4:30, de rest van de dagen niet. Maar goed, dan begin ik. Wacht heel even hoor.
Sorry, het beeld is een beetje wazig. Cindy. Ik moet wel lachen. Het is wel grappig. Nu moet ik voor mij. Dat is liefst op Cindy. Bah, ja. Dat dus op maandag beginnen we om 8:30. En mijn moeder zei, oh wat leuk, dan krijg je release van kletters. Nou, ik vond dat zo hard als je moeder. Is dat ik mijn moeder mij blij gemaakt met de dode vogel. Zoals ik het noem. Zij zegt dus. Ja, dan krijg je van kletters. Dat is zo'n king op die roze. Ja, kletters geeft ja, juridisch. Maar... zeg, gaat het dan haar eigen koosleerlingen geven. En Thuus geeft het aan haar eigen leerlingen. En Thuus geeft het aan haar eigen leerlingen. De eigen koosleerlingen, ja. Mijn koos is dus Thuus, dus krijg ik het van Thuus. En niet van Kletters. Dus dat dus. Ik was echt heel ver... ja, ik vond het best wel jammer. Maar hebben we... van 9 tot 10 juridisch. Daarna hebben we een kwartier pauze. Dan hebben we weer juridisch. Daarna hebben we een half uur pauze. Dan dat is om 11:45. Dus hebben we om 10:15 weer juridisch. Dan hebben we dat tot 11:45. Dan hebben we een half uur pauze. En dan hebben we een half uur pauze. En daarna hebben we... ja, hebben we een half uurtje pauze. En daarna hebben we dus Nederland van Karin met een C of zo. Van Karin de Boer. Vind ik ook heel leuk. Ja, jongens. Wat? En dan is de les voorbij. Na de les hebben we Spaans. Nee, na de les hebben wij... sorry. Ja, ik ben tegelijkertijd dat... aan het spelen, dus ja, dan zit je hier en dan moet je daar praten. Dus dan, ja, dan zit je soms hier voor te tellen wat je eigenlijk daar moet typen. Dus dat. En dan hebben we dinsdag beginnen weer om 9:00. Dan hebben wij weer juridisch wat huis tot 10:00. Dan hebben we een kwartiertje pauze. En 9:15 hebben we weer juridisch van Truus. Ja, geen idee. Maar mijn coach heet gewoon Truus. Dat dus. Dus ja. Dan hebben we juridisch. En daarna hebben we als het goed is. SLP. Ook van Truus. Ook van Truus. En daarna. Dus dan ook van Truus. Dat is heel leuk. Oh ja. En dan zijn we het eigenlijk weer uit. Om 11:45. Woensdag hebben wij. In de ochtend. Hebben wij LS. De SLP van Truus. Daarna hebben wij. Om 9:45, dan hebben we een half uur pauze. Dan hebben we ICT World, nog wat. Dan hebben we dat weer. Dan, dat hebben we dus twee keer. Daarna hebben we dat ook weer. Dus dan hebben wij om 3:30 zijn we dan uit. En dan is het donderdag. Dan hebben we... weer beginnen weer om 9:00 hebben we weer juridisch van Truus. Daarna hebben we weer juridisch van Truus. En daarna, als het goed is. Ja, was. Oh ja, nee. Nee. Oh ja, jawel. Daarna hebben wij dus ondernemend gedrag. Dat krijgen we ook van Truus. Nou, wat wil je nog meer? Daarna krijgen we ook van Truus. Dat is zo vet. Ja, daarna krijgen we dus
ook wat Truus les. En vrijdag, dan hebben we geen les van Truus. Gelukkig. Dan hebben we om 8:30 de vertrouwde persoon Mark Lukke met de Engelse les. En dan... ja. Dan hebben we Mark... Dan hebben we Mark Lukke met de Engelse les. Om 9:30 en dan hebben we om 9:45 pauze. En dan hebben we daarna rekenen van een vrouw die volgens mij Surinaams is, maar niet van Olga Belhout. Dat helaas niet, maar gelukkig hebben we ook voor beide vakken, voor Nederland, zowel als rekenen, geen Simon Daalders. Daar ben ik blij om. Ja, uiteraard. En dat had gekund, uiteraard. Maar dan hebben we... dus dat is heel leuk. Uiteraard. Oh ja, dan blijven we rekenen. En na rekenen, dat is dus 11:45, dan zijn we alsnog uit. Maar ja, ik kan nog wel wat bijkomen. Want ik mis sowieso nog... ja, ik raak dat woord nou echt steeds kwijt. Nu moet ik er echt nog over nadenken. Zit ik ook mee te lullen waar ik het woord dan nog steeds... Oh ja, nu weet ik hem weer. Boekhouding. Ik mis sowieso boekhouding. En ik mis burgerschap. Maar ja, vind ik niet heel erg burgerschap. Want ik mis van toch niet. Ik mis van niet, dus... ik mis van niet. Ja, ik zou liever IJsja willen. Want IJsja kan het veel leuker. Dus dat is heel leuk. Uiteraard... Oh ja, dan hebben we rekenen. En na rekenen, dat is dus 11:45, dan zijn we alsnog uit. Maar ja, ik kan nog wel wat bijkomen. Want ik mis sowieso nog... ja, ik raak dat woord nou echt steeds kwijt. Nu moet ik er echt nog over nadenken. Zit ik ook mee te lullen waar ik het woord dan nog steeds... Oh ja, nu weet ik hem weer. Boekhouding. Ik mis sowieso boekhouding en ik mis burgerschap. Maar ja, vind ik niet heel erg burgerschap, want ik mis van toch niet. Ik mis van niet, dus... ik mis van niet. Ja, ik zou liever IJsja willen, want IJsja kan het veel leuker. Ja, dus het is zo jammer dit weer. Ik heb er, ja, ik vind dat... Zo ja, het kan nog dat we nog het bijkop, maar ik... hoop het niet alles in, want ik vind het wel lekker, lekker vroeg weekend. alleen de dag met Engels beginnen is nooit zo goed voor mij, maar ik hou wel van Mark Lukke. Dus daar vind ik het wel goed. Ja. Yeah. Dus ja, ik ben wel benieuwd eigenlijk. Ik heb er wel heel veel zin in. Maar ja, ik vind het wel jammer dat ik veel meer lessen heb met Truus. Mijn coach dus. Ja, ze heet gewoon mevrouw Zimmerman. Maar ik vind Truus gewoon een leuke naam. Dus daarom blijf ik gewoon Truus zeggen. Oké, okay. Ja, echt als jij ziet natuurlijk mag je geen Truus zeggen. Dat moet ik wel dan even afleren, want dat is niet zo netjes. Dat willen de docenten natuurlijk niet. Het is gewoon mevrouw zeggen. Je mag gewoon mevrouw zeggen. Je hoeft niet per se een achternaam te zeggen of zo. Sommige mensen vinden het niet erg als je bijvoorbeeld wel een voornaam zegt. Maar dan moet je wel bijvoorbeeld mevrouw zeggen. Dus bijvoorbeeld mevrouw Truus. Of gewoon mevrouw Zimmerman. Dat kan ook. Dat mag ook. Maar ja, sommige mensen... mogen wel de voornaam genoemd worden als een mevrouw voor het komt te staan. Anderen willen het gewoon niet. Dus ja, ik weet het niet. Ik heb er zin in. Maar ik heb niet zoveel zin met dat woordgedoe. En al dat soort dingen. Dus ja, ben ik al een beetje klaar mee. Ik ga morgen even met mijn dinnetje live. Daar heb ik zoveel zin in. Doedels. Weet je? Daar heb ik zoveel zin in, doedels. Ja, weet je, een vriend van mij zei dus, ja, de buurtpolitie, de klok tikt.
die komt terug dit najaar bij WTM. Wanneer precies, dat is nog niet bekend. Want sowieso, maar ja, een vriend van mij vertelde mij dat dus. Op Instagram, ik dacht zo van ja, het zal wel, ik geloof er geen reet van. Want ze moeten nog die overige 25 afleveringen de VIPs uitzenden. Dus dat kan nooit dat ze dan nu. En ja, en ik had al daarvoor gevraagd, omdat ik al laatst in de reclame van de bibliotheek een voorstukje zag. Lisa, ik dacht, oh Lisa, stond ook dit najaar bij VTM. Maar toen zei ze, hier kan je het volledige programma van het najaar bekijken bij VTM. Maar ik zag geen Lisa voorbij komen. Ik dacht dat ik laatst een voorstukje zag van Lisa, dat het dit najaar bij VTM was, omdat het best spannend uitzag en zo. Dus VTM had op mijn comment geantwoord en die zei dus, ja, 4 september is het allerlaatste seizoen van Lisa er weer om 6:50. Dus ik ga zeker kijken, maar omdat ik een VTM Plus heb, VTM Co Plus heb, kan ik gewoon een week vooruit kijken op Lisa. Soms doe ik dat als ik gewoon even geen tijd heb om 's avonds te kijken of geen zin heb. Maar de preview, maar de eerste aflevering van Lisa, die is sowieso voor iedereen toegankelijk om te kijken vanaf zondag. Voor Lisa, dus dat kan iedereen kijken als je nou wel VTM Co Plus heb of geen VTM Co Plus heb, dat maakt niet heel veel uit. Dat kan. Dat mag ook. Ja, wat nog? Dus dan komt de buurtpolitie VIPs terug. Ja, dus dan is dat wel heel verwarrend. En ja, ik weet dus niet zo goed wat ik er zelf mee aan moet doen dan trouwens. Want ik krijg heel veel vragen ook van, maar wanneer dan? Maar wanneer dan? Dat weet ik ook niet. Ik dacht echt zo van, ja, zo van wanneer dan? Ik weet het niet en ja, dat is gewoon kut. Ja, het is gewoon kut dat mensen zo zijn. Dat steeds en dat gevraagd wordt en zo. Het is gewoon bloed in die tand. Je kan niet eens even normaal, want wat dan gevraagd wordt dit, dat is dus zo. Oh, ik vind dat echt niet cool. En niet tof trouwens. Maar hey. Er is er iets nieuws gekomen van de buurtpolitie. Ja, jullie kunnen hem nu niet goed zien door het licht. Maar ik probeer hem echt heel scherp te krijgen voor jullie. Tadaa! Wauw! Oh, hij is weer niet scherp. Ik moet hem echt even stilhouden, een poos. Ja, zo. Oh, hij gaat weer aan. Dat is hem. Dat is hem. En ja, ik vind hem heel mooi. Ja. En dan morgen ga ik sowieso nog live met mijn friend op TIC. Heb ik zin in? Oh ja, en donderdag sowieso geen TST kijken. 100%. Ik moet trouwens nog mijn informatie krijgen. Dus ja. Yeah. Maar zelfs al. Ja, is het gewoon raar en toch? Ja, soms weet je gewoon niet beter dan wat het ook is. Ja. Dus ik heb ook ik dacht, ja, mijn vriend. Mijn friend op Instagram zei dus ja. Ja, maar ik heb al een VTM. Ja, dat is echt zo. Ik dacht zo van ja, tuurlijk.
Natuurlijk. Je hebt tot een VTM. Ik ben iemand eerst zien of horen dan geloven. Want iemand persoon kan ook gewoon vertellen. Als ik het dan op Instagram op mijn story ga zetten en die persoon blijkt gewoon onzin te vertellen dat het helemaal niet waar is. Lijkt dat het waar is. Sorry. Ja, is het dus gewoon balen? Dus ik dacht zo van ja, dan is het gewoon balen voor de rest. Dan denkt iedereen van hey, zij propost, buurtpolitie komt. Dat klopt. De klok tikt. Ja, en dan mis je toch iets. Op een of andere manier is dat dan toch niet helemaal oké. En dat is dat dan toch niet helemaal oké. Als je dat dan loopt te gaan roepen. En dan blijkt dat het helemaal niet waar te zijn. Dat het helemaal dat weet je hem helemaal. Dat iemand dan gewoon helemaal niet te wijd heeft gesproken. Dus daarom. Ik dacht zo van ja. Ik dacht zo, ik zie het wel. Ik dacht, weet je, ik ga toch gewoon de story doen. Gewoon de buurtpolitie. Ik heb dus niet de buurtpolitie de klok tik per se laten vallen. Ik dacht zo, gewoon de buurtpolitie. Gewoon. Dan gewoon kijken wat er op komt. Ja. Nee. Ja, dus dat is echt. Dus ik dacht gewoon even kijken wat er komt. Toen ligt dus een reactie in de comment op mijn vraag dus dat de buurtpolitie de klok tikt dit najaar komt. En ja, toen heb ik dat gepost natuurlijk. Uiteraard een buurtpolitie acteurs. De buurtpolitie acteurs hebben dat dus zelf ook gepost. De buurtpolitie klok tikt coming soon. En jullie denken echt wel van, maar waarom nu de buurtpolitie de klok tikt nu al uit en terwijl over 50 afleveringen nog niet te zien zijn, zou ik hier op VTM Co zelf niet uitzonden. Hoe kan dat? Nou, zit dus zo de buurtpolitie de buurtpolitie VIP's trouwens, die gaan zij dus nog wel uitzenden. Maar ze willen eerst de buurtpolitie de klok tikt uitzenden, daarna de VIP's. Maar eerst is Lisa nog voor met een nieuw seizoen. Maar wat ik begrepen heb is voorwaarts, omdat het laatste seizoen is van Lisa, dat Lisa volgens mij maar ergens rond de 40 afleveringen heeft of zo. Dus Lisa zal er niet al te veel van hebben. Denk ik. Dus ik denk een goed aantal punten of zo. En voor de rest weet ik het niet. Maar dat zien we dan wel weer. Voor de rest, ja. Ja. Kijk, dat is, dus ik vind het wel onwijs leuk. Ook uiteraard. Ik ga zeker kijken, maar de buurtpolitie komt dan, zou het altijd normaal komen als oorspronkelijke tijd dus. Net nadat ik klaar ben met eten. Dus dan kan ik gewoon kijken. Dan denk ik echt zo van ja, maar zo huiswerk hebben zo. Wil je dan altijd gaan kijken omdat het net komt. Als ik klaar ben met eten. En ja. Dan hoef ik daarna huiswerk. Zorg gewoon dat ik mijn huiswerk gemaakt heb. Voor als ik dat heb. Voordat de buurtpolitie komt. Voordat ik dus ga eten. Dus dat ik mijn huiswerk helemaal tiptop af heb. Maar s'avonds ben ik ook geen huiswerk. Mens maakt het meer. Dus dan heb ik er al geen zin meer in. En als het echt heel veel is of zo, ja, dan ga ik echt huilen. Omdat ik in paniek raak. En dan ga ik in paniek raken omdat ik
dan begrijp ik iets. Dan raak ik gewoon, oh, het is nog zoveel. En dan ga ik in paniek raken omdat ik het niet snap. En dan ga ik helemaal huilen. En dan word ik gewoon echt overstuur. Word ik gewoon overspannen. Want dat, ja, het is gewoon heel erg. Omdat je dan gaat helpen. Is al niet meer een view is zo graag. Toen heb ik niet te kijken, maar dan kan je niet. Want het is echt die som. En je kan denken, je kan wel om hulp vragen, maar ja, thuis ben je thuis. En is de docent niet naast je om je uitleg te geven. En ja, je kan ook niet wachten op de docent. Totdat je volgende les zegt, ja, sorry, ik heb het niet gemaakt, snap die som niet. Dan zal de docent ook zeggen, ja, dan had je die som moeten maken. Dan had je die som gewoon aan mij moeten vragen voordat, toen je op school was. En dan had ik het je uitleggen of je had thuis om hulp kunnen vragen, maar ja, niet maken. Dat zullen ze niet accepteren, denk ik. Maar goed, ik ga make-up afhalen. Het is al 11 uur. Ik bedoel 10 uur. Het is 10 uur laat in mijn hoofd, maar dat kan helemaal niet. Het is bijna 15. Dus bijna. Ik ben nu live met mijn friend Michelle. Hoi. Nu zit je ook in mijn vlog. We zijn live op Instagram, nummer 1. Maar vanmiddag was echt bizar. Een acteur van de politie, die keek zelf mijn live mee. Ja, niet op het account waar ik nu zit. Dit is mijn eigen account. Zat vanmiddag op het fan-account. Dus die keek toen mee. Dat was wel echt grappig. En ja, dus nu zijn we live. Ik ben dinsdag aan het koken. Morgen zien we elkaar ook weer. Oh ja, en morgen geeft ST natuurlijk. Heel veel zin in. Ik ga zeker kijken als het erop staat. Maar ja, dat weten we niet wanneer dat is. Ze hebben al spotterlijders verklapt. Hoi jongens, daar ben ik weer. Ik was zo net, als u zag, even live met mijn vriendje Michelle. Het was hartstikke gezellig. We waren daar in de middag ook wel even live gaan, maar mijn batterij was eindelijk helemaal leeg. Bijna. Dus toen moest ik stoppen. En mijn, hoe heet dat? Oh ja. Mijn zakkenmaker was gegaan. En hoe heet het? Was ook nog een acteur van de buurtpolitie. Van een nieuwe casting op mijn live video kijken. Oh mijn god. Maar ik moest daarnaast nou stoppen met tijfra even. Omdat ik naar de wc moest. En mijn phone moest laden. Dus. Toen. Maar toen daarna was het nog wel heel eventjes kort op mijn andere account. Toen een vriendin nog even leef gaan met die overval. En vriendin daar nog eventjes een verzoek gestuurd. Was toen nog heel even daar even gaan. Maar daarna ben ik daarmee gestopt. Stopt met lijf gaan. En daar ben ik mee gestopt met lijf gaan. En toen ging ik naar. Toen ging ik lijf niks doen. Eigenlijk. Toen gingen we nog even naar de winkel bij de Ethos. En ja, dat. Ja, sorry, je ziet die BH-bandjes. Ik weet. Ik was dan echt lekker met die Michelle aan het kletsen. Oh ja, toen nog heel even de andere account. Toen moet je even maken. Ja, toen kwam nog iemand. Bij mijn vriendin dan. Hij wilde toen was zijn lijf gaan op haar account gestart. Even. Zegt ze dan, start ik wel even op mijn. En dan komt daarna naar mij. Dus ik doe naar haar toe. En toen waren we nog lijf gaan heel even kort. Een tekstje. Het was wel gezellig. Wachten tot het upload. Ik moest wachten. Dus dat was het hoofd. Het was een Engelse gast die al in Engels sprak. Ik ben zo kut. Hij was zo tegen Michelle aan het kletsen. Die was er zo in de comments aan het zetten bij Michelle. Haar lijf, waar ik dus ook bij aan deelnemen was. En hij leefde zo uit die comment. Zij tegen Michelle. Zo in de comments bij Michelle. Zeg, hoor je mijn naam alsjeblieft zeggen? Ja.
Dus ja. Ja, dat is echt zo, Michelle. Oh, zo, zeg maar nou, zo met Michelle. Oh, dat ze doen, Michelle. Je zegt zo, ja, toch, ik ga het niet blijven doen. Michelle, ik was gewoon super gek. Michelle kan geen Engels. Daar is Michelle gewoon niet heel goed in. Ik ook niet thuis. Wacht, ik kom zo terug. Even naar mijn laptop laden. Zo, ben ik boven. Laptop aan de lader doen. Maar dat dus. Heel even zo, want anders kan ik die laptop niet doen. Dus zegt zij. Ja, ik kan niet blijven dingen ze doen. En ik laat ook even mijn camera even op. Ja, ik ga niet blijven doen. En dan zeg ik, oké. Okay. Ik zeg, ook, ik kook niet. Dus ze deed het gewoon letterlijk. Zegt hij opeens tegen dat haar leefde. Zegt hij opeens tegen mij. En zegt hij opeens tegen Michelle. Dat haar friend, dus me. Heel knap is dat haar vriendin. Dat hij haar vriendin heel knap vindt. Dus hij vond mij heel knap. Ik zei tegen Michelle, maar kijk. Zo, daar heb je ook wat voor. Als je make-up op doet, zie, dan heb je nog eens wat. Want echt zo van, ja oké, okay, heb je wel gelijk in. Maar ja. Goed, dus dat was wel gezellig. Eén voor mensen die je leuk vinden. Oh ja, ik moet daar aan de andere kant van deze laden. En morgen gaan we cupcakes halen. Dus ga eerst naar winkel fietsen. Daar heb je de winkel, heb je supermarktje. Twee supermarkten, dus dan kunnen we iets beladen voor de cupcake. En dan gaan we cupcake maken. Cakejes maken van die cake gaan we maken van die cupcakejes denk ik. Dus maar ik wil eerst geen ST kijken. En eerst van ja met z'n dikke is leuk. Nee, geen ST komt wel op nummertje 1. Want ik wil eens weten wie het dood is. Het gaan dus al geruchten over de verduintjes. Iemand van de verduintjes, maar dat denk ik dus niet. Ja, of het zou Merel zijn, maar het lijkt me sterk. Want zij is nog gezien bij de opnames na de cliff. In ieder geval het nieuwe seizoen, dus denk ik niet. Maar aan het zien. Dan zal jullie zeker typen wie het is en digitaal dat die vergelijk komt. Kunnen, kan iedereen het al gezien hebben bij RTL Downs, want die komt morgen om 9:30 de eerste aflevering. Dus zien wordt ook niet in de eerste aflevering bekend, maar misschien pas in de tweede video, dus ja, weet ik wel. Maar eerst de vier afleveringen komen morgen bij Videland. Ik ga kijken. Oh ja, snel me zie je dat het is over 1 minuut, anders gaan we de timer af. We zitten lekker bij een video, Michelle. Ja, je ziet het niet heel goed. Wel nu een beetje ja, komt door het licht. Maar we waren net naar de winkel, het heeft geregend. En check my hair. In krul. Bah, nu moet ik het weer steken, terwijl ik het net deze ochtend nog goed had gesteld. En mijn broek is super nat, maar is ook wel een beetje vies. Maar daar komt het op. Maar ja, daar kan het ook niks aan doen. En we gaan straks gezellig cupcakes pakken. En dan ga ik live op Instagram. Want dan gaan we cupcakes maken. Super leuk. En Rock ligt daar lekker. En tv staat daar. Oh ja, wel geef mij deel geweest. Ik heb zo'n flesje drinken gehaald. Nog. Want ik had echt zin, hè, vind dit. En nog een cola. Michelle had nog cola gehaald. En ik had nog een kaasbroodje. Oh ja, vind die had nog de kiosk. De stukken, want die waren de aanbieding bij Lidl. Die. En ze had nog een chocoladekoek bij Lidl gehaald. Het waren 3 voor 3 euro bij Lidl, dus dat gehaald. En het was heel erg aan het regen, dus ja, want de boeken waren dus zijknapt.
En trouwens, ik heb GTSD al gekeken. Het was al van vanochtend toen om 6 uur toch mijn wekker moest. Om wat te weten. Voordat we niet wisten hoe laat de mensen van de trap dicht komen. Dus heb ik het zo gedaan. En ze zullen nu al wel weg. Ze zullen nu bijna weg zijn, denk ik. Nog een kwartiertje zijn ze bezig, denk ik, zoiets. En, maar toen was er geen kijk, omdat ze als het al geüpload was. Het was geüpload al via, want ze ging heel erg meteen kijken. Was al om 12 uur vannacht geüpload. Dus had ik toen al maar te lachen te slapen. Dus dit. En het was zo echt, het was zo spannend. Ik zal jullie wel vertellen, tegen die tijd dat jullie deze vlog zien. Dus heb ik jullie de eerste aflevering denk ik ook wel gezien. Of niet. Vanavond komt hij namelijk op RTL Lounge. De eerste aflevering om 10:30. Dus je kan ook daar kijken. Maar de meeste mensen weten dat niet. En GTSD weet zelf dat dat ook niet dat dat kan. Maar goed. Ik zal straks anders denk ik nog even een post op Instagram doen. Voor de liefhebbers. Dat ze daar gewoon gratis naar kunnen kijken. Op hun tv naar RTL Lounge om 9:30. De eerste aflevering van GTSD. Echt vet. Maar jij kijkt het niet zeker, hè? Nope. Je oma wel toch, waarschijnlijk? Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar weet je wat er gebeurd was, jongens? Hoe heet het? De auto. Je zag als eerste, ze waren als eerste bij Merel. En Merel, die was tegen de boom geknapt, maar ze zat dus een stuk van vastzooid met armen. Ze deed zo los en Stefano, die was uit de auto gevallen en die was dus op de grond terecht gekomen, maar die leefde gelukkig nog. En de auto die over de kop ging van, Luc en Linda, die leefde ook nog, die zijn niet gewond. En Laura en Henk, die leefde ook nog, maar Henk moest wel later met spoed geopereerd worden. En ligt nu in coma. En de auto die dus explosie in de brand vloog. Dat was dus de auto van Saskia en Julian. Daar zat Demi dus achterin. Maar ja, die auto was op zijn kant geraakt. Dus Saskia en Julian konden eruit komen met de hulp van Jonathan en Stee. Maar toen viel de deur van de auto dicht. En ja, Demi zat er nog in. Dus Saskia tikkelde eruit. Demi! Maar die lag dus, die was dus even niet wakker. Dus Demi. Op een gegeven moment zat ze zo te kijken. Maar ze wilde haar wel redden, maar ze deed het alleen niet omdat ze al voorspelling hadden van we kunnen dit niet doen. We kunnen haar nu niet gaan redden, want... En toen zag je zo, boem, de auto in de fik. Maar ze hebben haar gelukkig nog kunnen redden en ze leeft nog. Maar ze heeft echt haar halve rug, als het goed is helemaal verbrand. Of haar hele rug, maar dat dus. Is dus wel verbrand. Maar ze kon niet naar het ziekenhuis in Nederland gebracht worden. Omdat er geen plek was, moest ze naar Düsseldorp in Duitsland. Dus ja, daar breekt de steen ons natuurlijk niet naar mee had genomen. Dus Demi is nu even buiten beeld. En ja. En toen uiteindelijk, toen Stefano met spoed geopereerd worden. Maar die was goed gegaan. Maar toen later stuurde Merel een bericht op zijn telefoon. Maar dat ging niet. Maar later ging Merel zoenen met Stefano in het ziekenhuis. Toen paste zo Merel. Die zat letterlijk zo in het... die was dus in de wachtkamer bij de kamers. Daar zo buiten de kamers aan het wachten. En die wel naar binnen vroeg, mag ik naar binnen? Nee, zei ze. Dus als u geen familie bent... Dan mag u niet naar binnen, alleen tijdens de bezoekuren. Maar ik ben zijn vriend, mijn beste vriendin, zei ze, ja, sorry, u mag niet naar binnen. Dus toen op een gegeven moment Ludo ging even weg voor te bellen. Nee, Ludo stond daar ofzo. Toen zag Nina, Merel dus, Nina, zei ik tegen Merel. Moet jij niet naar binnen? Zegt ze,
ja, ik mag niet. Dus toen zei Nina, oké. Okay. Ze was trouwens op en ging naar binnen. Dan had je ook niet plaats kunnen zeggen, kom maar mee naar binnen. Maar ja, dat doe je ook niet. Terwijl Merel nog voor Nina werkt. Dus dat is ook dan wel weer zoiets. Maar goed. En toen uiteindelijk, toen was Ludo weggegaan en Nina ook weer. Toen kwam Brik daar. Toen zei hij, moet je hier binnen dan? Nee, ik mag helemaal niet naar binnen. En Ludo en Nina doen net alsof het mijn schuld is. Alsof ze me helemaal niet zien staan. Dus toen gingen ze naar binnen. Dus zei ik, ga dan snel naar binnen omdat Ludo even weg was aan het bellen. En toen ging ze snel naar binnen en Stefano was blij om Merel te zien. En ze gingen gelijk zoenen. En je gaat lekker dronken zoenen. En toen, toen ging Merel weer weg. En later werd Stefano geopereerd. Toen werd ze gebeld door dat Stefano weer geopereerd werd. Maar door wie ze gebeld werd, weet ik niet. Maar hij werd geopereerd. En toen zijn voet geopereerd. Want hij kreeg een appje van Merel. Maar hij voelde toen zijn been niet meer. Dus hij had scan. Dus dat de zenuwwervelklem. En die moesten ze... Ze moesten met spoed dat die druk weghalen. Maar ja, toen uiteindelijk, toen ging Merel dan naar het ziekenhuis. Saskia bracht aan. Saskia was even terug om spulletjes op te halen voor Demi. En om Tom mee te nemen. Dat had ik ook zoiets. Je neemt zo'n kind die net volgens mij net 1 is of zo. Nog niet mee naar zijn moeder. Ja, dat kan je... Ja, dat is gewoon van, dan moet een kind gewoon bij je moeder slapen die pijn heeft en die niet eens haar armen kan bewegen. Hoe wil je dan voor je kind zorgen? Ja, oké, Saskia is er natuurlijk wel. Maar ja, dan moet je dat kindje ook de hele tijd vermaken, hè. Dat is gewoon zielig. Terwijl het kindje thuis meer ruimte hebt en veel speelgoed hebt om te spelen en daar bijna niks hebt. Dan zit dat kindje er maar de rest van de dag, nou ja. Dus hebben we dat. De scheetsteen was wel leuk. En toen uiteindelijk ging Merel. En toen. Ze zaten daar zo en zo. En Nina en Ludo keken dus niet om echt zo'n beetje naar Merel. En toen later, toen kwam Janine aan. En zo. En toen zei Janine op een gegeven moment. Heb ik jouw nummer eigenlijk wel? Zei ze tegen Merel. Nee, zegt Merel. Toen zei Janine. Kom. Hier, voer je nummer in, dan kan jij naar me toe, dan voeg ik je toe in de Sanders familie app. Dat Merel was echt klein. Maar als hij toen belde Nina, Lucas belde dus naar Nina op, omdat Lucas is dus de zoon van Stefano. Dus Lucas belde op, omdat hij wel weet hoe het met zijn vader was. En toen, ja, is die... Dus, hij is dus dood. Toen kwam de dokter en zo. Je zag al gelijk aan het gezicht dat het echt nieuws was. Dus ja, Stefano is degene die overleden is helaas. De rest leeft allemaal nog. Maar als Henk het gaat overleven, dat weten we niet. Maar volgens nu leeft Henk nog steeds. Alleen is hij in coma. Dus ja, dat is het eigenlijk. En nu kunnen we nog even niet verder kijken. Pas dan op maandag kwam het als het wel goed is weer. Maar ik moet sowieso een week wachten omdat ik allemaal te ver vooruit loop. Dus ja. Is weg, nog even wat chillen en dan gaan we straks cupcakes bakken. Bye bye. Doeg. Een hele goede dag. Het is vandaag vrijdag. Ja, ik zit niet hier. Het is al 5 uur. Michelle had cupcakes gebakken, maar ja, ik kon niet echt meer doen. Goed volgen. Ik bleef bij haar eten dus. Omdat het handiger was in plaats. Omdat de cupcakes niet klaar waren. Dus heel nog op tijd zouden klaar zijn, want dan om 5 uur moest fietsen. Dus... Heb ik het niet gedaan. We hebben eten naast zijn naam moeder gefietst. Toen gingen we daar zitten. En toen gingen we daar even nog heel even zitten. En toen is het goed. Oké. Okay. Ja, vriendin appte me nog even. Meteen zegt dat konden dus door de deur kan lopen als de deur open is. Dus via de schuur kan ze gewoon naar huis. Dus dan ga ik daarheen. Dus dan zie ik haar zo meteen. Want ze moet even gebracht worden.
Omdat mijn fiets aan ons staat en die moest dus meenemen. Want we moesten wel bij haar even eten, maar niet 's avonds nog op de fiets na het eten naar huis. Dus, en mijn opa en oma komen nu zo tijd. Oh ja, ik ga niet meteen, want ze gaan eerst assen poetsen om 12 uur kijken. De musical tv en daarna gaan we... Ga ik naar huis. En dan komen we vanavond nog bezoekers eten, familie eten dus. Oh mijn jongens, is heel zacht en alles op iedereen af. Omdat mijn nicht dus wil verhuizen. Sorry hoor, ik heb heel even iets doen, maar geen beeld. Die wil dus verhuizen. Misschien naar Spanje. Dus ja, oma reageert op ieder af, omdat zij het niet wil. Zij wil dus niet dat haar kleindochter naar Spanje verhuist. Maar ja, de moeder, die dochter is al volwassen, hè. Ja, die is al 30 of zo. In de 30. Misschien 31 of 33, zoiets denk ik. Maar oma wil het niet. Maar de moeder... van haar dochtertje. Mijn tante dus. Haar dochter. Ja, zij wil dus niet. Zij vindt dat dus niet. Zeg ja, als zij naar Spanje of huis, moet zij dat weten. Iedereen zit dat in gaan. Als zij dat wil, moet zij het weten. Maak jij jou nou weer druk om? Ja, dat dus. Oh ja, en ik wil nog iets uit laten zien. De foto. De foto. Zo, ja. Dat is goed. Instellingen, die was even niet goed. Dus ik moest even passeren. Maar de foto van de buurtpolitie heb ik mooi in kunnen lijsten. Toen ik had ik vandaag gedaan. Even een lijst voor gehaald. Net even bij de die andere ook in mijn fotoboekje doen. Maar moest ik wel even kijken waar die is. Dus dan ga ik dadelijk, dus ga ik ze moeten eerst even naar de bedieningsteller. En dan ga ik daarna naar huis. En dan onze familie eten. Maar ik wil eigenlijk, ja, ik wil liever hier willen zitten. Lekker de buurtpolitie willen kijken. Ja, ik mag gewoon altijd van, maar ook gewoon wel. Als iemand blijft eten van mij of zo, mag het ook gewoon. Echt zo van, waarom? Dan hoor je toch gewoon tafel eten. Ja, klopt wel gewoon, maar... Ja, omdat we niet altijd over dingen gaan praten en dat is gewoon minder leuk. Dus, nou ja, dan zie ik jullie straks als ik terug ben van video. Ik niet meer te gaan toch als we moesten kijken, dus. Oké, bye bye. Hoi. Het is vandaag thuis zaterdag. En ik zat bij Sophie. Dat is die walnootjes dingen. Maar er was een nieuwe smaak, kaas, mosterd. Dit wil ik ook proeven. Nee, niet dat het zat. Ze hadden ook nog andere, maar die heb ik niet gekocht. In zo'n zak was al bijna 3 euro. Oh, het ruikt af, man. Het ruikt naar mosterd. Ja, dat is wel niet lekker. Ah ja, jongen. Kijk, echt die mosterd. Ik hou zelf totaal niet van mosterd. Maar ik heb het wel eens gewoon in een broodje. Zo bij de Lima hebben ze van die broodjes. En dan zo'n kokettenbroodje. Daar zit dat ook in. Maar daar is het gewoon op wat te eten. Een beetje pittig. We zijn een beetje pittig en je proeft af en toe proef je wel iets. Een pittige, je proeft wel wat. Omdat het een beetje pittig is in de kaas en de mosterd.
Maar ik kan niet zeggen dat ik dit vies vind. Ik vind het best heel lekker. Maar ik vind deze heel lekker. Kaas en mosterd smaak. Ja, dat iemand anders al meningen van, ja, ik vind het niet lekker, maar kom. Mosterd met kaas, dat vind ik echt niet lekker, maar dit is heel lekker. Kom, wel zeggen dat je al begin als je eentje eet, dat je wel mosterd proeft, maar als je weg eet, dan proef je ook de kaas. Ja, nu proef je mosterd, maar die zijn echt heel lekker. Maar goed, dan zou ik een broodje eten. Ik heb ook mijn nieuwe fiets eindelijk gekregen vandaag. Ik kan hem alleen nog niet laten zien, want het is nu aan het regenen buiten. Als het straks droog is, kan ik het wel even laten tonen. Hij is heel mooi. Ik ga verder eten. Doei. Hoi jongens. Ik ben er weer. Ik heb hier een echt hele grote pukkel zitten. Puist. Niet alleen dat witte puntje wat daar omheen zit, is ook een hele grote pui. Ik ga het zo echt even insmeren. Het is ook heel, heel, heel dik. Dus. Ja. Yeah. Dat zag ik net pas. Een filmpje gemaakt daarnet. En ik heb mijn haren vandaag gewassen, want morgen heb ik daar geen tijd voor. Omdat mijn nichtje komt morgenmiddag. En ja, het duurt toch even dat haren wassen. Is niet heel snel piep. Dus, dat is voor mij ook weer een meepakketje. Ik het nu doe. Dus ik heb nu mijn haar even lekker gewassen. En dan ga ik morgen, ja, mijn nichtje komt. Gezellig. Heb ik ook echt super veel zin in dat mijn nichtje komt. En ik ga morgen nog even proberen een stukje te fietsen op mijn nieuwe fiets. En dat zal ik ook aan jullie laten zien. Helaas kon het vandaag niet, omdat het zo slecht. Omdat het heel erg aan het regen was. Het stond wel in de pokken droog. Maar het was zo wat aan het regen en onweer. Dat het voor mij geen zin had om helemaal naar buiten te gaan. Om mijn fiets te laten zien. Dus doe ik morgen wel even. En maandag moet ik weer naar ROC. Heb ik geen zin in. Nee. Ik heb wel zin in dinsdag, de sportdag. Maar goed. En ik ga maandag sowieso nog wel even vergeten Staple World te kijken voordat ik naar LC ga. Maar dat zie ik dan. Maar voor nu ga ik lekker zo meteen even tandjes poetsen en ook lekker slapen. Het is al 11 uur bijna in de avond. Oma was vanmiddag met mijn opa naar de zus van mijn opa geweest. Want die woont in Amsterdam. De zus van mijn opa woont in Amsterdam-Noord. Ja, Amsterdam-Noord. Dus daar gingen ze even op visite. En toen gingen ze daarheen. En toen mijn oma weer thuis had, ze allemaal verteld en zo. Had ze allemaal verteld. Want zus van mijn opa is echt een Amsterdammer. Dus echt zo'n... En dus ook een heel pittig typetje. Dus die heeft net als mijn opa ook een scootmobiel. Maar ze heeft dus wel wat ziektes. Dus. Maar die vrouw zat in die scootmobiel. Die vrouw die was dus. Die heeft dus altijd sleutels.
in de deur dan gestinken. Dus zij pakt dus. Dus op een gegeven moment zag ze een keer een inbreker. Die stond recht voor haar neus voor haar man. En zij heet Gerda. En haar man heet Ton. Dus ze zitten allebei zo te kijken naar elkaar. Zag Gerda tegen die inbreker. Zeg eens wat, klootzak. En dan vertelde ze ook naar oma dat een buurvrouwtje achter haar was eigenlijk een vriendin van de ging. Die was ziek 2 weken, dus. En was ook een oud vrouwtje, dus zegt ze: ik wil best 2 weken voor je koken en boodschapjes doen voor €50. Nou, dat was goed. Had ze nog met de kinderen om de tafel gezeten. Nou, dat was goed. Dus zij doet dat en klaar is Kay. Later zegt ze. Nee, later zegt ze, ja, je hoeft niet meer voor me te koken hoor. Ik kan het nu weer zelf. Oké, mooi. En daarna is ze dus zeg maar eigenlijk heel lang niet meer bij Gerda op bezoek geweest. Omdat ze normaal altijd wel met 2 dagen even op bezoek kwam. Is ze niet meer geweest. En ze zegt, nou ben ik heel makkelijk in het vandaag. En dan vertelde ze ook, er was een vrouw. Ze hebben dus net als wij in de wijk hebben daar, bij ons hebben we zo'n kastje waar je eten kan pakken voordat de mensen dat kunnen neerzetten voor daklozen. Dus dat had zij ook daar in de straat staan. Dus bij de deur dus, ze zegt, was er zo'n vrouwtje die kwam van de week wat banaantjes pakken. Ja, die kwam wat banaantjes halen. Dus, oké, prima. En toen ging ze weer weg. Daarna kwam ze weer terug met haar man. In de auto. En toen zei ze tegen haar man. Ja, je moet banaantjes pakken voor ons. En Gerda, die had wat bananen erin gegooid. Dus je moet al bananen. Je moet 2 bananen pakken. 1 voor mij, 1 voor jou. Scherra. Die ziet dat dus. Dat die vrouw dat doet. Dus die redt daar buiten. Aan die deur. En die begint te schreeuwen. Als je nou niet maakt dat je wegkomt. Wegwezen hier. Opzouten. Dus. Die vrouw die was weer met die man zo snel weg. Die dacht, wegwezen. Dan dacht ze, ja, als je ziet wat daar s'avonds voorbij komt. Met de hoofddoekjes en al. Ja, die helemaal niks hebben. En dan wat lekkers uit die kast willen pakken. Om wat te eten voor de daklozen. Nou. Dat is gewoon zielig. Maar ze hebben het ook wel gewoon, ze hebben het ook vooral voor de daklozen, maar ook gewoon, hè, als je bijvoorbeeld een keer een reis nodig hebt, maar heb je gezien naar de winkel, dat je even in het kastje kan kijken, hè, misschien ligt er wat reis in voor mij of zo dat. Maar goed. En die man van de, zegt ze, nou, zat ik laatst zo een zoen aan die man te geven, zo, ja, heb ze koorts, zegt ze, ja, wat ik laatst nog eten heb ik hier een koortslippie. Zegt zij tegen, zegt zij de, god, wat bloem, zit dat te bloeden. Die was niet blij, dus, ja, zegt de man, ja, ik heb ook een koortslip voor. Oh, waar dan? Zegt hij. Nou, hier. Oh, zegt hij. Ja, dat komt door jou, hè. Ik heb dat van jou gekregen. Gerda, helemaal niet. Helemaal niet, als je nou niet stopt. Zegt hij. Jawel, ik heb het van jou geschreven. Want dat gekregen, sorry, gekregen. Ja, want dat staat hier geschreven. God. Oh my goodness.
Ja, dat zijn echt Amsterdamse oude mensies. Ja, dus. En dan zegt ze, heb je een visnet gekocht? Heeft hij een visnet gekocht? heeft Ton een visnet gekocht, maar een hele grote. Ja, net als van mijn opa van vis, dus die heeft een hele grote visnet gekocht. En zeg, ja, Ton, waar heb je nou zo'n hele grote visnet gekocht, joh? Die visnet is bijna net zo groot als jij bent. Waar heb je niet gewoon een kleintje gekocht? Ja, die heb ik al. Nou, gebruik dat dan. Ja, die gebruik ik ook. Maar ook een grote ding. Hij zegt, ja, kijk straks nog maar uit. Want straks dan lig je er zelf nog in. En er was weer wat als, er was weer wat een beetje, ja, humeurig, een beetje zagrijn of zoiets. En dan zegt ze, als Jaap en Chris straks weg zijn, dan kijk jij wel even een pakje staan. Dat ze voor de grap. Niet dat ze het echt zou doen, dat zou ze nooit doen, maar voor de grap. En zo van, ja, echt zo'n Amsterdammetje. Zo'n vrouw die echt alleen maar Amsterdams bent. Die echt zo'n Amsterdamse vrouw is. Maar het is wel heerlijk. Maar ik ga even die troep opruimen. Anders zitten we hier morgen nog. En mijn kompips is een klein beetje nat. Omdat ik een beetje op die handdoek heb gezeten. Maar goed, dat is niet erg. Want we gaan toch slapen in het bed. Ik kan nog net even een filmpje gemaakt. Want die ene film van de politie gaat super goed. En die ben ik nu aan het maken. Ik was even die ander, die ene was niet gelukt. Omdat het te lang was. En dan pakte hij hem niet. Omdat hij dan acteur schende wil pakken. Dus dat is gewoon kloten. Dus ik kon dat niet doen. Dus nou, heb ik het zomaar opgelost. Heb ik het toen opnieuw gedaan. Maar ik had steeds geen tijd van de week. Dus ik dacht nu net. Toen het ongeveer iets van 10:30 was of zo. Laat ik het eventjes doen. Ja, is het 10:30? Nou, dan ga je dat ook weer niet doen. Maar ja, toch, het is mij. En morgen ga ik echt even proberen op mijn nieuwe fiets. Het zal wel bellen zijn, want ik heb heel lang niet meer gefietst op mijn fiets. Sorry, ik ben echt wat link hoor. Het is zeker al een paar jaar geleden. Zeker al 3 jaar geleden, nou, 4, 5 jaar geleden, ongeveer 4, 5 jaar geleden of zo, dat ik niet meer op die fiets heb gezeten. Omdat we eigenlijk nooit gingen fietsen of zo. Mm. We gingen nooit fietsen, dus vandaar. Dus moest ik er even in komen. Maar ik hoop dat het lukt dat ik maandag op die fiets naar RLC kan. Maar ja, mijn voorbeeld zit op mijn hoofd. Dat is heel erg en ik kan niet te laat komen bij RLC. Dus als je zegt van het lukt mij wel, maar gewoon niet gelijk bij de eerste set. Soms moet ik al 4, 5 keer echt proberen en dan lukt het mij pas. Maar als ik naar RLC moet fietsen, heb ik geen tijd. Als ik bij de weg moet kijken waar de bij oversteekplaats of zo, ja, als je bij een stoplicht staat, ja, en jij wil oversteken, ja, dan gaat niet, hè, liefst. Als je dan 4, 5 keer, als je dan opstapt, ja, een stoplicht weer op, zo sta je weer, zo kan je best afstappen en even lopend. En dan hoef ik al niet meer te fietsen, want dan ben ik al bij fietsrekstalling en dan moet ik nog wel even zien, dat is gewoon aan de overkant van RL, zie ik daar het RL al, dan kan ik gewoon naar RL lopen. Ik heb ook de fietsstalling van RLC zelf. Maar ik vind die gewoon niet fijn. Want ja,
Het is daar gewoon donker in zo'n keldertje. En er komen ook heel veel bomfietsen. En ja, die maken zo wat geluid. Als je dan zo'n dichttunnel hoor je dat heel hard. En dan kan dat niet tegen. Dus ik vind dat altijd eng. Niet dat het heel vaak gebeurt, maar best wel soms. Dus. Maar ik ga nu weer, jongens. Daar ben ik weer. Het is zondagavond. Ik heb net de andere deel van de buurtpolitie opgenomen. En nog een andere deel. Ja, dit pak van papier gebruik ik altijd. Als hoge zitje. En dan nog die andere papierdozen bladen. Dus ik ga zo meteen lekker naar bed. Want ik moet slapen. Ook want ik moet morgen natuurlijk naar school. Naar het mbo. Dat is anders. En ik heb net nog een bericht gekregen. Net van mijn vriendin België aan mij. Omdat ja, in Nederland kijken wij dus geen TST. En in België is het dus gewoon familie. En familie kon je vandaag de eerste aflevering om 8 uur van de cliffhanger bij. Na de cliffhanger bij GTST. Bij VTM Co kijken. Dus zij. Dus ze hadden gedaan, maar zij wilde dus verder kijken. Maar ja, dat kan dus alleen bij VTM. Go Plus. Dat betaalde partnerschap, wie ik het. Ja, dat dus. Dus ja, het is wel jammer. Dus ja, nog aan mij. Ja, toch even Go Plus. Ik zeg, ja, dat heb ik. Ik heb dat. Eerst zo van, kon ik niet. Kan je niet even van, hoe heet dat? Weet al niet. Oh ja, kan je niet, mag niet eventjes bij jou kijken op je account? Naar mijn. Kijk, normaal doe ik dat niet met VTM. Deze deed ik niet. Omdat ik het gewoon belachelijk vind dat iemand, zeg maar, gaat kijken. Naar VTM. Bij VTM koop bij mij. Maar ja, ik weet zelf hoe het is. Hoe frustrerend het is. Als je dus moet kijken. Maar je kan niet kijken omdat je geen hebt. Ja, ik weet hoe frustrerend dat is. Wow, met GTST ook. Daarom heb ik ook een video aan het disverstien. Dus ik heb het gekeken. Oh, het is zo vet. En ja, dat is gewoon balen. Ja, ik ga het nog kijken wat we gaan doen met zwaar. Dus dan heb ik dat zo geregeld. Dat zij dus kan kijken. Om mijn account even naar familie. Vind ik wel zo. Goed. Wel zo prima. Want ja. Ik weet wel hoe het is. Als je iets wilt kijken. En je kan niet kijken. Omdat je geen abonnement hebt. Of wat dan ook. Ik weet zelf wel hoe dat is. Dus ja. Oké. En morgen. Kan ik. Voor even kijken naar de aflevering. Oh my god, ik vind het zo erg. Kijk, wat dus het probleem is. Die ad komt binnen op het eind van de laatste aflevering. En dan zie je zo Nina. Die had, was met Lucas aan het bellen. Met de zoon van Stefano en Nabu dus. Dus die deed zo haar telefoon al naar beneden. Ja, toen waren die dingen ook. Dus ja, wat ik gewoon zou scheren is, hij is dus dood. Hij heeft het niet gehaald. Nee. Als je dat ziet. Maar. Komt er maar. Veel mensen scheren dus dat Stefano nog leeft. En dat hij dus in een rolstoel is beland. Omdat zijn benen geamputeerd zijn. Nou jongens. Je kan veel zeggen. Tegen mij. Maar dat
Dat vind ik toch wel heel belachelijk. Zeg gewoon, hij is dood. Want hij is dood. Ik weet het gewoon zeker. Waarom zou je anders met zo'n gezicht komen als hij nog leeft? En iedereen is gewoon gemeen tegen Merel. Behalve Janine. Zij is de enige die aardig is. En Ludo, die vindt het allemaal wel prima wat Janine doet. Dat moet Janine allemaal zelf weten, zo kwaad. Maar ik vind het gewoon grote pure leugens onzin. Want ik geloof er echt helemaal geen ene moer van. Maar ja, wat Kate steeds zegt. Ja, ik ga morgen kijken en ik ga zeker kijken voordat ik naar school ga. Misschien kom niet, maar het staat sowieso wel op om 12 uur 's nachts. Maar ik ga niet zorgens vroeg kijken, want ik wil eerst nog wat ik opgenomen heb. iCarly kijken, dan wil ik me opmaken, mijn haar doen, eten en me klaarmaken. Dan pas eten, steek kijken, want anders ga ik erin blijven hangen. En dan ben ik niet op tijd klaar met al mijn shit. En ik ga er echt in blijven hangen, maar ik dan echt zo over en dan... Als ik mijn make-up heb gedaan, kan ik ook niet janken als hij dood is. Nee, want dan ziet het als dat make-up er helemaal uit om ik gedankt heb. En dan moet ik naar school. En ik heb vandaag een stuk op mijn nieuwe fiets geprobeerd. Maar het lukte echt gewoon voor geen meter. En ik heb hem thuis, ja, jullie kunnen het zien. Want ja, ik was er maar zo gaan doen. Maar het lukt me echt voor geen meter. Ik kan er gewoon niet op fietsen. Die fiets is gewoon te groot voor mij. Een beetje, nou ja, niet te groot. Maar ik kan wel fietsen, maar het komt omdat ik het al heel lang niet meer gedaan heb. En dan ga ik daar niet meer, heb ik daar niet meer aan gewend. En ja, dan ga ik al op mijn stuffer. Dus ik word echt doodeng. Over zijn, nee, je moet zo gaan. Dan moet je op zitten. Nee, dat kan. Ja, ik dat het gewend ben is trappen. En als ze opstappen, ja, ik ben gewoon balletje van. Omdat mijn voeten de grond helaas niet raken. Maar ja, goed, daar moet ik nog even mee oefenen. En dan gaan we van de week samen oefenen. En dan gaan we oefenen. Ik ga echt zo bij mij gewoon echt niet. Dat ga ik echt nooit doen. Je denkt van, ja, maar je wilt toch op die fiets? Ja, ik bedoel, ik ga dus nooit met mijn opa oefenen op die fiets. Gewoon met mama. Dat lijkt me gewoon de meest betere. Want mijn maag hoeft niet loopt te schreeuwen tegen mij. Gewoon dat gewoon de hele straat bij elkaar te schreeuwen. Maar ze is nog gewoon normaal en aardig. Maar goed, ik ga deze week wel afsluiten. En zie je morgen een nieuwe week. Want ik ga je proberen een stukje mee te nemen. Nou, LC. Misschien nog even een publicatie van. Ik kan het even live gaan. Maar morgen bij LC. Maar ik weet niet of het gaat lukken. Ja, niet tijdens de... Niet als we in het lokaal zitten natuurlijk. En wel daarvoor. Voordat ze de mensen ontmoeten. Ik kan niet leef gaan dan het lokaal. Het is een beetje onnetjes. Dinsdag zouden we de spotdag hebben. Met die truus. Met die truus. Dus ik ga wel weer zien. Ja, ik hoop niet dat die truus te begeleiden is. Ja, oké. Okay. Dus het is niet heel aardig dat ik het zeg. Maar ja, ik vind gewoon oude mensen en sporten geen goede combi. En ik echt zo oud. Is dat echt oud als je oma uitziet? Nou, dat ook weer niet. Maar het is nou niet één van de... Het is nou niet een persoon die eruit ziet alsof het een goed sportmaatje is. Ja, gewoon brede mensen vind ik gewoon niet echt een goed sportmaatje. Maar als je een goede spotkeus, dat dan weer gewoon zo kan een beetje oud. Maar goed, ik ga nu verder en ik zie jullie morgen weer. Doeg!